Dames en heren, het is tijd voor Gamers Net Gear en we zijn weer terug bij de Hollandse Glory Trust. Je kent ze allemaal van het laagste schap. We hebben al eerder, wat hadden we eerder van Trust ook alweer? De headset. Die ik nog steeds gebruik. Daar ben ik echt super blij mee met dat ding. Ja, maar met die headset kwam ook dit hele kekke muisje, de GXT 155 van Trust. Die headset die ga jij wel vast gebruiken. Dit is een ander verhaal. Ja, die muis ga ik niet vastgebruiken. Ja, sorry, het is niet anders. Het is een smaakkwestie, dat allereerst wel. Want het is best wel een degelijk muisje. Het is wel echt voor de gamer bedoeld. Het is niet van die onderste. Dit is niet het onderste schap. Het is €50 voor een gamer muisje. Ja, maar daarvoor krijg je best wel veel, moet ik zeggen. Ik bedoel, de muis is goed afgewerkt. Je hebt ook echt zo'n mooi gewoven kabel. Touwtje. Hij kan alle kleuren van de regenboog kun je dit allemaal instellen. Echt werkelijk alle kleuren, dus niet vijf, weet je wel. Nee. Niet allemaal presets, maar wel gewoon alle kleuren. Zit er een superhandige software bij ook, die kan ik wel even aanzetten. Dan kunnen we hem namelijk gewoon veranderen zo. Dan heb je een andere kleur hier. Deze kun je ook veranderen. En het kan dus overal, en hij pulseert ook en dat soort dingen. Ja. Er zit de goede software bij die gewoon ervoor zorgt dat je alles kan aanpassen. Oké, dat is wel tof. Het design is wel zo'n ergonomisch design, zie je dan wel weer. En het leuke is ook dat je hier eventueel, als je dit te licht vindt, dan kun je hier dus nog gewichtjes in aanpassen ook nog. Ja, er zitten gewichtjes in van 2 gram stuk. Hier zijn ze. En het is op deze manier. Ja, het is patroon revolver. Het is echt een beetje revolver, hoe vet is dat? En hiermee kun je dus je muis verlichten. Of verzwaren. Tenminste, hij zit al op zijn zwaarst, want ze zitten er allemaal in. Dus als je ze eruit haalt, ja, dan is hij wel heel licht. Ja, jij vindt het heel belangrijk, hè, gewichtjes? Nou ja, ik vind het vooral mooi dat ze dit voor toch wel het medium range. Het is een medium range muis in de prijsklasse. Maar je kan dan toch nog wel het een en ander aanpassen. Terwijl meestal als je zo'n tweakbare muis een beetje krijgt, dan kan dat niet. Een plus, ik vind dat je best wel veel kan aanpassen. Nou ja, sowieso natuurlijk de profielen en hoeveel dpi en die met die kleurtjes en zo. Maar ik ben dan momenteel bezig met die Razer muis van €100. Ja. Eén design. Geen mogelijkheid om gewichtjes aan te passen of om hem zwaarder te maken. En dan is het toch wel gaaf dat je hier voor €50 al merkt van, kun je toch nog een beetje experimenteren met die gewichtjes. Mooi. Het is ook een hele degelijke muis. 4000 dpi, daar had jij wat problemen mee. Ja, 4000 dpi vind ik persoonlijk wat aan de lage kant. Want ik vind het sowieso al fijn als een muis richting die 4000 kan. Prima, maar als jij een gamer bent met een 4K display of met meerdere schermen, dan is het. Ben jij die gamer? Mail ons, want wij willen wel eens weten wie er een 4K scherm heeft. Die ene? Nou, niet meerdere 4K, maar kijk, of één 4K scherm, of je hebt een multiscreen display met zo'n extra brede, of je hebt 2 of 3 schermen, dan is 4000 wel weer een beetje aan de lage hand. Want als je van de ene naar de andere hoek wil, dan moet je met 4000 dpi moet je een paar keer aanzetten, zeg maar. Oké. Dus dat is... Ik vind het nog geen probleem. Het is nog geen probleem, maar mogelijk in de toekomst. Mensen met een 4K scherm. Ja, oké, maar er zijn heel veel mensen met meerdere schermen als setup of bredere schermen. Dat zie je. Ja, ik ook, maar ik heb daar ook. Ik heb 2 schermen. Ik heb daar geen probleem mee. Nee, oké. Nou ja, als je hem vol op 4000 zet, is. Sterker, hij staat nog niet eens hoogst bij mij. Dat vind ik te snel. Oh, oké. Ja, het is ook weer een kwestie van smaak. Je hebt sommige mensen die liever een trage, lage dpi hebben. Hoe speel jij shooters? Met snelle dpi of langzame dpi? Wel, ik zet hem met shooters wel altijd iets hoger dan met een The Sims of een Photoshop of whatever. Okay. Dat is ook, mensen zetten hem juist laag bij shooters. Ja, dat schijnt weer dan zo'n ding te zijn. Je bent juist light pro. En hetzelfde met Call of Duty. Als je dan pro bent, dan zet je juist je sensitivity heel laag. Terwijl ik juist dacht dat hele twitchy alle kanten op vliegen, dat pro was. Het moet laag, dat is pro. Ja, okay. Tegenwoordig. Tegenwoordig, ja. Wij weten ook niet hoe dat gaat met al die pro-spelers. Ja, maar dat is hipster. De hipster pro's. Ik vind het niet echt een hipster muis. Het is geen hipster. Dan had hij van hout moeten zijn of zo. Zo, houten. Maar dat waren vroeger, hè, ik wil er even één ding zeggen, dat zijn dat hij 11 programmeerbare knoppen heeft. Aan de zijkant zitten hier 5 knoppen, waarvan ik vooral de voorste 2 handig vind. Als je verder naar achter moet, vind ik het al vaak irritant. Ja, dan moet je die claw een beetje, kun je niet helemaal netjes op je ding liggen. Nee. Hier een extra knop, deze knoppen kun je je muissnelheid mee veranderen. Echt heel handig. Dan komen we bij het nadeel, Tom, want er is echt één groot nadeel aan deze muis. En dat is echt serieus letterlijk de reden dat ik het niet dagelijks gebruik. En dat is het materiaal waarvan die gemaakt is. Ja, het is ook heel belangrijk, maar het is hetzelfde als waar die headset van gemaakt is. Maar die heb je niet continu op je huid liggen. Dit wel, het is... Kijk, ik weet niet wat het is. Het probeert een soort koolstofvezel-idee te creëren, maar het is een soort plastic, maar ook niet smooth. Mijn handen gaan zweten, dat is eigenlijk gewoon het ding wat ik wil zeggen. Ja. Mijn handen gaan zweten als een rund, is dat... Zweet als een rund? Zweet als een rund, ik denk dat het mag.
als ik met deze muis speel? En dat is echt een heel groot probleem. En een enorm gemiste kans, want het is verder echt een heerlijke muis. Alleen, mijn handen gaan zweten. Ja, nee, dat is, ja, maar dit is heel belangrijk. Hoe, en hoe heb ik zweethanden? Voelt. Ik heb misschien wat bovengemiddeld zweethanden, maar ik heb het idee dat iedereen dit op een gegeven moment heeft. Ja, nee, het lijkt, ja, ja. Het is ook een heel specifiek materiaal. I know, en het ziet er ook supermooi uit. Ja, maar je ziet het bij geen enkel ander bedrijf, merk, model. En misschien is dat ook wel een reden, omdat het gewoon niet zo'n heel fijne stof is. Dat maar, is het. Ja, ja. Je krijgt gewoon zweethandjes. Dat is het enige wat je moet doen, even een plakker eroverheen. Trust, het is ook niet erg als je gewoon meegaat met de flow en gewoon dat gladde plastic gebruikt. Ja. Dat is, ja... Nee, maar serieus, het probleem. Want misschien vind je het ook wel heel fijn. Ik denk dat dit echt een smaakkwestie is. Maar ja, als je handen ervan gaan zweten, dan is een muis ja, maar gewoon niet jouw ding. Ik weet niet zo goed hoe I don't know. Als mijn handen ervan gaan zweten, ga jouw handen dan niet van zweten? Nou ja, ik heb hem ook een paar keer even in de hand gehad. En ik begrijp wel wat je... Het voelt een beetje klammig aan of zo. Ja, misschien is dat omdat hij net van een sessie van jou afkwam. Dat hij nee, daardoor een beetje... Nee, wel plakkerig op. Ja. Maar nee, dat is het nadeel van de muis. Ja. Nou ja, heel veel voor weinig. Ja, ik wil toch even zeggen, het blijft natuurlijk ook altijd weer zo'n smaakkwestie. Want ik vind persoonlijk vind ik het logo van Trust niet zo heel fraai. En de letjes had ik dan graag anders gedaan. Onzin. Ja, het is... Dat is de reinste onzin. Maar dat is wat ik zeg, dat is smaak, weet je. Voor hetzelfde geld vind je dit een fantastisch design. Het is wel heel uitgesproken. Hij ziet er heel mooi uit, vind ik. Ja, alleen jammer dat hij dan net wat minder aanvoelt. Ja. Maar voor de rest, voor 50 euro in de medium range, toch nog best wel een tweakbaar en aanpasbaar muisje. Nou, alle opties zitten er bijna op. En ik vind het een knap muisje voor de prijs. Opstijgen, de krant halen. Ja. Ja. Ik vind het voor alles. Deze prijs echt een super puiker muis. Alleen ja, het materiaal is wat minder. Hollandse trots met een kanttekening. Absoluut.